Nijmeegse voetbalclub vreest voor voortbestaan. Ja, het doet me heel erg veel pijn dit. Echt. Want ja, wij doen alles aan de vereniging. Om de vereniging omhoog te houden. En verder in het nieuws vandaag. Alvast binnenkijken in de nieuwe Oranje Bouwmarkt. En vluchtelingen in de Winkelsteeg spelen voetbalwedstrijd tegen Buggeleiders. De laatste volkse voetbalclub van Nijmegen, Kraaijhof, vreest voor haar voortbestaan. Wat begon als een droomseizoen met promotie naar de derde klasse, is nu overschaduwd door een gebrek aan ondersteuning bij het bespeelbaar houden van het hoofdveld. Woede en teleurstelling overheersen bij de club, terwijl leden dreigen af te haken. Voetbalvereniging Kraaijhof is met haar bijna 85 jaar de laatste volkse voetbalvereniging in Nijmegen. Terwijl de club succes boekte met de promotie van het eerste elftal naar de derde klasse, begonnen er donkere wolken samen te pakken boven de club. Nou, zoals je ziet is dit het voetbalveld van Kraaijhof. Als je van ver af kijkt, dan kijk je het mooi groen in principe. Het probleem is hier ook alweer, kijk, op kale plekken. Dat hebben ze dan geëgaliseerd, opnieuw ingezaaid. Maar ja, hoe lang dat stand houdt, ik weet het niet. En daarom was voor ons heel belangrijk, bij wijze van spreken, dat we eigenlijk wat eigenlijk toegezegd is, een kunstgrasveld krijgen voor onze leden. Die toch een veilig potje kunnen voetballen, zoals andere verenigingen het ook kunnen. Dat zouden wij ook heel graag willen. De clubleden keken uit naar een nieuw kunstgrasveld. Wethouder Jean-Paul Broeren zegt dat hij zo snel mogelijk het veld wil laten neerleggen, maar dat dat pas volgend jaar lukt vanwege het aanvragen van vergunningen. De club voelt zich behoorlijk achtergesteld. Ja, het doet me heel erg veel pijn dit. Echt. Want ja, wij doen alles aan de vereniging om de vereniging omhoog te houden. De laatste 10 jaren zijn we echt heel goed met de vereniging bezig. En die krijg je dit erachteraan. En, ja, ik weet ook nu niet hoe lang ik nog vol kan houden. Want dit doet echt pijn. En ik heb ook op het laatste moment heb ik het aan de leden verteld dat het veld niet doorging, maar pas dan in 2024. Want ik was bang als ik het nou eerder had gezegd, bij wijze van spreken, dan was het nou een heel eind leegloop geweest hier bij Kraaijhof. Het is niet de eerste keer dat Kraaijhof bang is voor de doodsteek. Zo heeft de club in het verleden al gevraagd om hulp voor een beter speelveld. Hoewel ze het voor de zoveelste keer voor hun kiezen krijgen, geven ze de hoop niet volledig op. Ik hoop in ieder geval tot de gemeente toch achter de oren gaat krabben en zeggen van nou weet je wat, we gaan het in de winterstop echt leggen. Ik hoop dat ze dat doen, dat werd wel laatst gezegd, dat ze misschien in de winterstop, maar ik heb er geen vertrouwen in, maar ik hoop wel dat ze het wel doen. Ja, het Kraaijhof moet gewoon blijven bestaan. Ik bedoel, wij zijn de enige volksclub hier in de regio hoor, die nog bestaat. En ja, dat is, ik bedoel, dat is gewoon een hele hechte band is het hier. Dat is gewoon Kraaijhof. Ja. Ja, inmiddels heeft Stadspartij Nijmegen laten weten dat het kunstgrasveld zo snel mogelijk zal worden gefixt. Ze balen ervan dat de aanleg zo lang heeft geduurd. En dan, aanstaande woensdag wordt de nieuwe Hornbach bij Nijmegen geopend. Vandaag kreeg de pers al een exclusief kijkje in de winkel. De bouwmarkt, gevestigd naast Parté in Nijmegen-Noord, is de grootste vestiging van deze keten in het hele land. We hadden gepland om in de tweede helft van het jaar open te gaan. En op een gegeven moment kon dat aanpassen naar de zomer. En nu zijn we natuurlijk eigenlijk aan het begin van de zomer zijn we al open. Dus daar zijn we hartstikke tevreden mee. Aanstaande woensdag is de officiële opening, waarbij onder andere burgemeester Bruls aanwezig zal zijn. Vanuit de winkel zijn de verwachtingen hoog voor dat moment. Ja, ik ben zelf in Apeldoorn ook geweest bij de opening. En toen merkten we echt wel mensen buiten stonden te wachten om 7 uur 's ochtends, zeg maar. Dus ik hoop natuurlijk op diezelfde interesse. En we hebben natuurlijk een aantal mooie speciale acties ingekocht. Voor zowel de woensdag, de donderdag als de vrijdag. Vaak zijn er altijd wel mensen die daar ook op afkomen. En er zijn altijd mensen die geïnteresseerd zijn van nieuwe bouwmarkt. Ik heb het al ruim een half jaar opgebouwd zien worden of misschien al langer gevolgd. En om nu eigenlijk dat te kunnen zien live zijn er altijd wel mensen die daar toch even op afkomen. Dus ik verwacht goede dingen. Deze bouwmarkt heeft een aantal bijzonderheden. Zo is er een drive-in waar je vooral zware producten direct in je auto kunt laden. Je kunt in de winkel allerlei soorten schroefjes zelf per stuk kopen en hebben ze, net zoals in de supermarkt, een zelfscansysteem. Of dit voor extra drukte gaat zorgen en of de winkel dit aan kan, is de vraag.
Nou, dat gaan we natuurlijk meemaken, maar we hebben echt ruimte genoeg, denk ik. We hebben 20.000 vierkante meter. Dus we zijn de grootste bouwmarkt van Gelderland ook. En ik vind het natuurlijk zelf ook de mooiste. En niet alleen van Gelderland, maar van heel Nederland. Dus we hebben ruimte zat voor alle mensen die geïnteresseerd zijn om even langs te komen kijken. De nieuwe vestiging is dus in Nijmegen, terwijl er ook al één staat in Duiven. Toch heeft Hornbach genoeg redenen om ook in Nijmegen een vestiging te openen. Ja, ik denk dat dit een uitstekende locatie is voor onze klant. We zijn goed bereikbaar. Wat een absolute prijs is voor ons om een locatie überhaupt te openen. En het is een stad met meer dan 180.000 inwoners. Dus dat maakt het voor ons ideaal. Duiven is natuurlijk meer georiënteerd ook op Arnhem en het achterland daar. Hier zitten we aan de noordkant van Nijmegen. Met een stad, wat ik net al zei, met 180.000 inwoners. En dat is op zich al een gebied genoeg voor ons om hier een winkel te openen. Ja, het Waalstrandje in Nijmegen, dat onlangs nog was afgesloten na de fonds van giftige stoffen, is inmiddels weer open. Voor het weekend werd er gewerkt aan het afgraven van het strand in de hoop dat deze stoffen zo verwijderd zouden kunnen worden. Dat is inmiddels gelukt, dus is het populaire strandje ook weer open voor het publiek. Supermarkten in de binnenstad van Nijmegen mogen tijdens de vierdaagse feesten gewoon alcohol verkopen. Ieder jaar leidt dit weer tot een discussiepunt omdat veel bezoekers hier goedkoop alcohol kopen in plaats van de drank op het terras te bestellen. Vooralsnog neemt de gemeente geen maatregelen, maar vraagt de supermarkt wel om solidair te zijn. Op 15 oktober staat er weer een nieuwe editie gepland van het festival Bolderpop in het Pax Christi College in Druten. Het festival richt zich op mensen met een beperking en is ieder jaar een groot succes. Voor de komende editie zijn er inmiddels artiesten geboekt als het feestteam Brees en Alle Kleuren, een tributeband van K3. Tickets zijn te koop voor €25 en begeleiders betalen maar slechts €2,50. Ja, en dan sportvereniging SV Hatert in Nijmegen liet onlangs al weten te stoppen met hun voetbaltak. En ook biedt het terrein momenteel ruimte aan 1200 vluchtelingen. Je zou zeggen dat daar voorlopig geen balletje meer wordt getrapt, maar niets is minder waar. Maandagochtend vond er gewoon een voetbalwedstrijd plaats. Deze keer tussen bewoners van de noodopvang en hun woonbegeleiders. Ja, we gaan dadelijk een voetbalwedstrijd spelen tussen de vluchtelingen die hier verblijven op de CNO De Winkelsteeg en bewoners, tussen bewoners en personeel van het kamp. Winnen is tijdens deze voetbalwedstrijd niet het belangrijkste. We zoeken de verbinding met elkaar, dus we hebben de wedstrijd georganiseerd tussen de bewoners en het personeel. Ja, het belangrijkste is gewoon dat ze plezier hebben, dat ze mooi met elkaar op het veld staan. Sportiviteit staat voorop samen met respect. De bewoners die hier zijn niet voor niks met een bepaalde reden. Dus om wat meer de ontspanning in te gaan, om wat minder te denken aan problematiek. Maar om voornamelijk echt de verbinding te zoeken en de gezelligheid te laten plaatsvinden hier. De bewoners hebben zelf aangegeven dat ze graag een voetbalwedstrijd wilden houden. De woonbegeleiders zagen daar mooie kansen liggen. Om de verbinding te zoeken tussen de partners en de bewoners. Dus een aantal bewoners zijn ook naar ons toegekomen als woonbegeleiders, maar ook een sportbedrijf om te kijken of er wellicht een voetbalwedstrijd georganiseerd kan worden. En dat is vandaag dus gebeurd. Maar wat vinden de begeleiders er zelf van? Eén woord geweldig, fantastisch, is het tweede woord. En voornamelijk dat het gewoon vaker georganiseerd mag gaan worden. Met de vierdaagse feesten voor de deur is er zoals ieder jaar ook weer een vierdaagse biertje op de markt gebracht. In de lokale slijterijen en supermarkten is nu het biertje van deze vierdaagse te koop in blik. Die speciaal voor deze editie is gebrouwen. We hebben, ik denk januari ongeveer, hebben wij een stichting opgericht samen met alle Nijmeegse brouwers. Dat zijn in totaal 6 brouwerijen die de handen in één hebben geslagen. Wij doen altijd 1 keer per jaar een heel tof biertje ontwikkelen. En dat is het Vierdaagse Feesten bier, in samenwerking ook echt met de Vierdaagse Feesten. Oersoep maakt dit Vierdaagse biertje in samenwerking met De Hemel, Neffel Artis en Aleels, Lab 54, Geronimo, De Brouwtoren en Vagevuur. Ja, we hebben ik heb hem hier staan in ieder geval. We hebben de 0.3, een alcoholvrije versie, voor het allereerst dit jaar gemaakt. En een 5,5% biertje. Het is een NIPA, een kleine leuke woordspeling, maar het is de Nijmegen Pale Ale. En wat ze vooral kunnen verwachten is een heerlijke doordrinkbaar biertje wat perfect aansluit bij de feesten. Lekker fris, een beetje fruitig, goed hoppig. En de alcoholvrije versie die lijkt als 2 druppels water ook op de alcoholversie dus.
We hebben dit voor de tweede keer nu met z'n allen bedacht. Dus we hebben een leuke avond met alle brouwers uitgekozen. We zijn bij de Brouwtoren in Nijmegen geweest. En daar hebben we met z'n allen volle bak een receptje geschreven met lekker bier erbij. Gekeken welke bierstijlen het moest worden en daar is dit uitgekomen. Dit biertje valt in de smaak. Dat blijkt wel uit de verkoop die heel hard gaat. Ja, dit bier kunnen we helaas niet meer bijbrouwen. Het is heel hard gegaan inderdaad. Dus we zijn nu al in ieder geval op de brouwerij met de alcoholversie uitverkocht op blik. Want dit jaar doen we voor het allereerst blik, omdat het net even wat beter is voor het milieu. Maar fusten hebben we er nog maar 18 in totaal staan op de brouwerij. Dus als dat straks op is, dan hebben we niks meer. Na een zeer warm weekend hadden we vandaag weer met een stuk lagere temperaturen te maken. Een stuk aangenamer wat mij betreft. Toch gaat het morgen nog even de andere kant op. Door een zuidenwind komt er opnieuw warme lucht deze kant op en wordt het ongeveer 29 graden. Dan kijken we ook alvast even vooruit op de wandeldagen van de Nijmeegse Vierdaagse. Deze verwachting kan natuurlijk nog wel worden bijgesteld, dus houden we vanaf nu dagelijks het voor je bij. Zoals het er nu uitziet, wordt het licht wisselvallig tijdens de Vierdaagse. Er is een mix van zon en wolken en er zal af en toe een klein buitje kunnen vallen. Op donderdag, de dag van Groesbeek, kan er wat meer regen vallen. Temperaturen komen uit op zo'n 22 graden. Dat is dan wel weer gunstig voor de wandelaars. En dit was hem dan weer, het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. En heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Tot dan.